Hallo allemaal, welkom bij de Kidsredactie. De plek in Nieuwegein waar kinderen samenkomen om samen nieuws te maken. Elke eerste woensdag van de maand leren kinderen over nieuws, media en alles wat erbij komt kijken om je eigen mediacontent te creëren. De laatste Kidsredactie was alweer 3 maanden geleden. Op 2 december 2020 hebben we ons bezig gehouden met YouTube, hoe je een eigen kanaal kan opzetten en hoe je vette filmpjes kan maken. Vandaag met de Kidsredactie gaan we aan de slag met interviewen. Hoe interview je nou eigenlijk iemand? Wat zijn nou goede vragen? En hoe film je nou eigenlijk precies een interview? Vandaag gaan we dus aan de slag met alle tops en flops van het interviewen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit betekent dat je van tevoren goed moet nadenken wie je wilt interviewen, waarover en waarom. Wil je bijvoorbeeld meer weten wat de favoriete sport is van Nieuwegeinse kinderen? Of wat ze later willen worden als beroep? Bedenk dus goed van tevoren welke vraag je wilt stellen en schrijf ze van tevoren op. Deze vragen kunnen gesloten vragen zijn of open vragen. Gesloten vragen zijn vragen waar je alleen ja of nee op kan antwoorden. Of vragen waar er op maar een kort antwoord op kan gegeven worden. Vind je snoep lekker? Regent het vandaag? Hoe oud ben je? Heb je vanochtend ontbeten? Vind je lezen leuk? Gebruik je Instagram? Gesloten vragen kunnen worden gebruikt als een opstapje naar een open vraag. Bijvoorbeeld, ik vraag, vind je sporten leuk? En iemand zegt dan, ja, ik vind sporten leuk. Dan kan je weer een open vraag stellen. Welke sport vind je het leukst? En waarom vind je het zo leuk? Open vragen zijn dus vragen waar je op verschillende antwoorden kan krijgen. Open vragen zijn vragen dat je ingaat op iemands ervaring of een mening. Dit soort vragen geven de meeste informatie. Naast dat het goed is om vragen voor te bereiden en dus op te schrijven, is het ook belangrijk wanneer je gaat interviewen dat je als interviewer de ruimte openlaat om door te vragen. Doorvragen zijn vragen die je misschien niet van tevoren hebt opgeschreven, maar dat je tijdens het interview denkt van, hey, daar wil ik meer van weten. Dan vraag je door. Bijvoorbeeld als ik vraag, vind je sport leuk? En iemand zegt, ja, ik vind sport leuk. Is mijn open vraag, welke sport vind je leuk? En die persoon zegt misschien voetbal. Dan is een doorvraag, en waarom vind je voetbal precies leuk? Een goede voorbereiding helpt enorm. Dus van tevoren je vragen opstellen en dat je weet wie je gaat interviewen en waarom je iemand gaat interviewen. Maar wat ook helpt is om een object mee te nemen. Stel, je wilt een interview doen over een boek. Neem het boek mee. Of wil je een interview doen over de molen? Dan ga je op locatie bij de molen filmen. Nu we iets meer weten over het voorbereiden van interviews en de verschillende soorten vragen, de open en de gesloten vragen en de doorvragen, gaan we nu over naar het technische gedeelte. Want een interview filmen vraagt ook bepaalde vaardigheden. Nu je je vragen hebt voorbereid, is het ook belangrijk dat je het filmen van een interview goed voorbereidt. Zorg ervoor dat je een goede camera hebt. Dit kan op een statief. Of je houdt zelf de camera vast. Of je kan vragen of iemand anders de camera vasthoudt. Het belangrijkste onderdeel van een interview filmen. Kijk, vaak op je telefoon zit al een ingebouwde microfoon. Maar vaak is de ingebouwde microfoon niet goed genoeg. Het geluid valt gewoon een beetje tegen. Dus wat je het beste kan doen, is een externe microfoon koppelen aan je telefoon. Aan de slag gaan met een handheld microfoon. Wij maken nu gebruik in deze video van een externe microfoon. Maar een voordeel van een handheld microfoon is dat jij als interviewer, maar ook de geïnterviewde, goed de microfoon dicht bij je mond kan houden. Waardoor je sowieso weet dat er altijd goed geluid is. En dus goed verstaanbaar zijn. Dus, in het kort, zorg voor een goede microfoon en zorg dat de mensen goed in de microfoon praten. Want uiteindelijk, wat de mensen vertellen, is natuurlijk het belangrijkste van heel je interview. Een andere tip is,
Het is handig dat je vooraf bepaalt of jij als interviewer voor of achter de camera gaat staan. Ik heb besloten om voor de camera te staan, wat dus betekent dat je dus in beeld bent. Dus je moet geen gekke bekken gaan trekken of verveeld gaan lopen kijken. Want de focus van het filmpje moet natuurlijk op het gesprek zijn. Als je ervoor besluit om achter de camera te gaan staan, is het wel altijd leuk om heel eventjes je gezicht te laten zien. Zodat mensen weten welk gezicht hoort bij de stem die ze horen. Naast het filmen ook het filmpje gaat bewerken, oftewel editen, is het ook belangrijk dat je dit in je achterhoofd houdt. Zodat je misschien van tevoren al bepaalt van waar je de camera wilt zetten of hoe je het gaat knippen. Als je tijdens het filmen merkt van hey, dit stukje moet opnieuw gefilmd worden, vraag het dan gewoon en doe het gewoon opnieuw. Een andere tip is ook om pauzes in te lassen. Tussen de vragen door. En iedereen goed te laten uitpraten. Wanneer jij in de microfoon praat en de andere persoon begint al te praten, dan gaat het geluid door elkaar heen. En dat is heel moeilijk te verstaan in een filmpje. Dus laat ook de persoon die je interviewt goed uitpraten en trek pas de microfoon weer weg wanneer die persoon uitgepraat is. Daarnaast, als je pauzes inlast, dus na elke stukje of elke vraag, als je het filmt, maakt het voor jezelf ook makkelijker met het bewerken van een filmpje. Dan heb je natuurlijk net wat meer ruimte om te editen en te knippen wanneer het bijvoorbeeld een keer fout gaat. Hop. Tijd om deze nieuw geleerde interviewvaardigheden toe te passen in de praktijk. Eerst laten zien hoe het niet moet, want daar leer je nou eenmaal heel veel van. En dan laten we zien hoe een interview eruit kan zien als je goed voorbereid op pad gaat. Hey May! Wat is je favoriete boek? Mijn favoriete boek is de letter, de brief van de koning. En het leven van een loser. En ik vind ook Carrie Slee een hele interessante. En ook... Je zei net dat Carrie Slee je favoriete boek is. Klopt. Hou je ook van voetbal? Nee, niet. Ja, een beetje. Welke boeken zou je nog meer aanraden? Het is ook altijd een aanrader om een klassieker te lezen. Zoals De Brief van de Koning of Kruistocht in Spijkerbroek. Oké, leuk. Dankjewel. Ik ben vandaag in bibliotheek de tweede verdieping. En ik ga vandaag iemand interviewen die ons meer kan vertellen over leuke en spannende kinderboeken. Ik ben hier vandaag met Suzanne en ik ga wat vragen stellen. Zoals je ziet heb ik van tevoren goed mijn vraag opgeschreven en geformuleerd. Hallo Suzanne. Hoi. Hoi Kiki. Kan je jezelf kort introduceren? Ja, tuurlijk. Ik ben Suzanne. Ik ben specialist bij Bibliotheek de Tweede Verdieping, specialist jeugd en jongeren. Ik hou me bezig met de activiteiten voor 0 tot 18-jarigen en met nadruk op het leesplezier. Dankjewel Suzanne. Suzanne, vind je lezen leuk? Ja, zeker. Ik ben dol op lezen, altijd wel gedaan. Dus ja, lezen vind ik leuk. Waarom vind je lezen leuk, Suzanne? Ik vind het heel erg leuk om in een andere wereld te stappen. Dus even te ontspannen en in het leven te stappen van een ander karakter, ander personage. En wat is nou eigenlijk je favoriete boek? Oh, ik heb heel veel favoriete boeken. Ik heb daarom ook een aantal meegenomen. Zoals Het leven van een loser, een van mijn favorieten. Als je van spanning houdt, moet je zeker De Brief voor de Koning lezen. Ook als je van spanning houdt, is Carrie Slee ook zeker een aanrader. Zij is een schrijver. Het boek Razend vind ik altijd een mooi verhaal om te lezen. En hou je meer van fantasie, dan zou ik zeker de boeken van Annie M.G. Smit aanraden. Zelf heb ik gekozen nu voor Whiplada. Daar is ook een film van gemaakt. Dus mocht je het boek gelezen hebben of de film gezien hebben en je wilt het boek ook een keer lezen, haal hem zeker in de bibliotheek. En hoe kunnen mensen nou eigenlijk
de boeken lenen en reserveren. Stel, ik wil morgen Wiplala halen. Hoe kan ik dat het beste doen? Nou, momenteel zijn we helaas even dicht. Dus dan kan je het boek reserveren op de website. Dan ga je naar zoeken en dan kan je in de catalogus zoeken naar het boek Wiplala. Of zoeken op het woord Annie M. G. Smit. En dan kan je een boek reserveren en daarvoor heb je wel je pasje nodig. Dus zorg ervoor dat je bibliotheekpas bij de hand hebt om, voor het nummer. En dan kan je, krijg je een mailtje als die klaar staat en dan kan je hem ophalen in de bibliotheek. Heb jij nog de allerlaatste tip of wil je nog iets zeggen aan de kijkers? Nou, een hele leuke tip. Kom zeker een keer naar de bibliotheek als we open zijn, want we hebben zoveel boeken. En als je even niet weet wat je wil gaan lezen of vind je het lezen stom, laat het ons dan weten. Dan denken we echt met je mee. Dankjewel voor het beantwoorden van mijn vragen, Suzanne. Graag gedaan. Graag gedaan. Nou, dat was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie iets hebben opgestoken van deze video. En ik hoop natuurlijk dat jullie snel weer terugkomen bij de bibliotheek tijdens de leuke activiteiten van de Media Makerspace en natuurlijk de maandelijkse kidsredactie. Bij natuurlijk Bibliotheek de Tweede Verdieping. Tot snel!